Nou, dan moet je me aankomen naar de overheid. Ja, ik probeer ook een beetje duidelijk te zijn. Ik weet niet of dat is opgevallen. Welkom bij Wat Maak Jij Nou, het programma waar alle Amsterdammers makers zijn. Vandaag maken we kennis met Dirk van Ratatouille TV, een kunst- en cultuurprogramma. Dirk is een oude hippie, een jongetje van 18 in het baardige lijf van een 50er. Aan werk heeft hij een broertje dood. Maar zodra het gaat om kunst en het verzamelen van platen, leeft hij helemaal op. Mijn naam is Dirk van Groenewaard en ik ben van Ratatouille TV. Ratatouille TV is een programma over kunst en cultuur. Wij willen het liefst ook in ons programma zoveel mogelijk van alles stoppen. En vandaar dat het Ratatouille TV. Cultuur interesseerde me wel heel erg, maar ik ging bijna nooit ergens naartoe. En nu kwam ik tenminste nog eens een keertje ergens in een museum, bij een toneelstuk, bij een optreden. Het was niet nieuw voor mij, omdat ik zelf ook wel bezig was met kunst. Vooral met het maken van collages. Dat was een grote liefhebberij voor mij. Mijn collages waren vooral veel met humor. Ik hield echt extreem veel van de humor in die collages. Ik ben werkloos geworden in 1981. Dus dat is wel een lange periode. En ik moest vrijwilligerswerk gaan doen. Vrijwilligerswerk bestaat meestal wel uit helpen in ziekenhuizen of oude vandaag helpen. Dat vind ik prachtig mooi werk, maar het is niet echt iets voor mij. En dat heeft ook te maken met dat ik eigenlijk mijn hele leven nooit erg een werktype ben geweest. Leg eens uit. Ik ben meer een luxe paard. Het gaat er vooral om met een baas boven me, dat ik daar heel erg veel problemen mee heb. Nee, vanaf mijn jeugd heeft dat er altijd in gezeten. Altijd wel een beetje een vrijbuitertje geweest. Die liefst alles zelf regelde. Ik denk dat op school dat het eigenlijk allemaal wel keurig verliep. Tot aan de zesde klas. Want in de zesde klas kreeg ik opeens een andere juffrouw. Dat was nou niet bepaald het minst waar ik bij kon opschieten. Ik denk dat het toen eigenlijk wel een beetje gekomen is dat ik dat vrijbuitertje weer geworden. Onderdienst is het natuurlijk helemaal gegroeid. Mijn aversie tegen mensen boven me. Mijn laatste baas was wegtransport. Toen was ik vrachtwagenchauffeur. En ik had hem vakantie gevraagd. Toen had hij gezegd, ja, in die periode kan jij geen vakantie krijgen. Toen was mijn reactie van, nou, is helemaal geen probleem. Neem ik gewoon ontslag. En zodoende ben ik gestopt. Mijn huis is een pakhuis. Hoezo? Verzamelaren. Ja? Boeken, platen, strips. Dat loopt wel een beetje uit de hand. Wat? De ruimte bij mijn huis is te beperkt. In het midden van mijn huiskamer staan een stuk of 20 verhuisdozen vol met grammofoonplaten. Ik denk wel dat het bijna een verslaving is. Het rondlopen op rommelmarkten, op platenbeurzen en dan dingen vinden. Dat is eigenlijk nog leuker dan het in de kast hebben staan. Dat is wel echt een verslaving dan. Come a little closer. Stay a little longer. Ik denk dat ik nog steeds hetzelfde denk als ik toen de tijd dacht. En of dat eigenlijk te maken heeft met het feit dat ik hippie ben gebleven. Of dat ik gewoon een puber ben gebleven, dat weet ik niet precies. Ik denk dat ik alles toch echt nog steeds benader als een 18 tot 20-jarige. In plaats van de leeftijd die ik nu heb. Ik denk dat je met 18, 20 dat je nog veel enthousiaster de dingen benadert. Dan als je wat 60 bent. Omdat je dan wat rustiger bent. Dat het allemaal wat kalmer wordt. En dat mag voor mij toch best wel een beetje met vaart gebracht worden. Het zal altijd wel blijven dat het 18 tot 20-jarige in me blijft zitten. Wat maak jij nou? Salto zendt ook een aantal talkshows uit, waaronder die van Willem de Ridder. In het volgende fragment praat hij...